Vandaag gaan we het hebben over de receptie van Plato. Want je ziet hier staan, receptie, dat wil zeggen de ontvangst, en dat wil meer technisch zeggen, de manier waarop later auteurs omgaan met het werk van, in dit geval, Plato. Dat is de technische betekenis van receptie. Links staat Augustinus van Hippo, een kerkvader uit de late oudheid. Hier zien we op een plaatje staan. Dat is hem. Augustinus wordt hier gedoopt door bisschop Ambrosius van Milaan. En hij heeft hele belangrijke dingen geschreven over de manier waarop mensen om moeten gaan met het heden en met de tijden daarna. Nou, dat heeft heel veel met Plato te maken, zal blijken. De andere man die we gaan behandelen is Karl Popper. Hij komt uit Wenen. Hij is geboren in 1902 en gestorven in 1994, dus vrij recent. En hij is de auteur van The Open Society and Its Enemies, verschenen in 1945. En ook hij heeft heel goed naar Plato gekeken. Met bewondering vaak, maar ook met heel veel kritiek. We gaan het hier in het tweede plaatje hebben over Augustinus en hoe hij Plato heeft verwerkt in zijn werk. En om dat goed te kunnen begrijpen, moeten we eerst even kijken naar de achtergrond van Augustinus zelf. Je ziet hier een kaartje van het Middellandse Zeegebied bij Italië en Afrika, niet voor niks Afrika, want Augustinus komt uit Afrika, hij komt uit Tagasta. Dat zie je hier, is dichterbij. In het huidige Algerije is dat, en hij was van de stam van de Berbers. Dat zijn natuurlijk die mensen die nog steeds daar, Marokko, Algerije, Tunesië, allemaal leven, op de rand van de Sahara, en Augustinus hoorde bij die stam. Hij zag er meer uit dan als een Marokkaan, dan als een echte Romein. Je ziet het verspreidingsgebied van de Berbers, ook al in de oudheid, weet je wel, Noord-Afrika allemaal. En Augustinus zag er dus waarschijnlijk meer zo uit dan als een Julius Caesar. Maar hij was een Romein, hij sprak Latijn, zijn ouders waren dol op educatie en stuurden hem dan ook naar school. Hier zie je zijn moeder Monica, die staat hier, een oude riool, zelfs een christenvrouw. En hier zie je zijn vader, en zeker Patricius, was geen christen, maar beiden vonden het belangrijk dat hij leerde lezen en schrijven en gaat dus naar de school hier. Hier kent Augustinus met zijn armen keurig over elkaar, een heel braaf jongetje en wordt overgeleverd aan de meester. Diezelfde meester die zie je ook hier trouwens. Even kijken of je het kunt zien. Hier. En wat doet hij daar? Hij straft een ongehoorzaam jongetje hier. Met op zijn blote billetjes. En hij wijst ondertussen naar de brave Augustinus die hier keurig zijn boekjes aan het lezen is. Een mooie wijze les. En ook een heel grappig plaatje trouwens. Een plaatje uit San Gimignano in Italië, waar een prachtige kerk is met hele mooie fresco's over Augustinus. Nou, dit terzijde. Hoe was de tijd die wij beschrijven in het leven van Augustinus? Nou, het is een hele woelige tijd. Je ziet hier allemaal volksverhuizingspijltjes. En dan zie je dat de Westgoten enorm bewegelijk waren, uiteindelijk in Spanje terecht kwamen, de Visigoot heette ze dan daar. Maar dat ze ook hier langs Rome kwamen in 410, hebben die Westgoot onder leiding van een zekere Alaric die stad ook ingenomen. Nou, dat heeft een enorme impact gemaakt op Augustinus, die leefde toen al niet meer in Rome. Hij was toen gegaan alweer terug naar zijn geboorteland richting Afrika en was daar al bisschop geworden van de stad Hippo. Moet je maar eens even kijken, die zien we hier. Zie je, daar zie je Hippo staan en daar werd hij bisschop. Die vandalen hebben uiteindelijk hebben ze Hippo ook ingenomen, net een jaar na zijn dood. Hier zie je die vandalen langs trekken, zie je, gaan ze. 430 lagen ze voor die stad en Augustinus heeft zijn burgers heeft ze allemaal moed ingesproken, natuurlijk op een hele mooie manier. En die vandalen, toen ze de stad hadden ingenomen, toen hebben ze alles verwoest, behalve de kathedraal die daar stond. De kathedraal van Augustinus. En uit respect voor deze bisschop hebben ze dan die kerk laten staan. En die staat er nog steeds. Een beetje verfraaid misschien, maar het is allemaal vanwege Augustinus. Nou, en om tot Plato te komen, moeten we nog even inzoomen op die verschrikkelijke gebeurtenis in het leven van, of tijdens het leven van Augustinus in 410. Die inname van Rome, de grote stad Rome, door de Westgoten onder leiding van Alaric. Hier zie je het plaatje daarvan, waarbij allerlei mensen haastig de kerkschatten de kerk indragen om ze te beschermen tegen de Westgoten die je hier bezig ziet.
En uiteindelijk hebben die goden trouwens dat ook gerespecteerd. Ze hebben de kerken niet aangevallen, maar alle andere mensen wel of vermoord of verkracht of beide. In ieder geval hadden we allemaal helemaal niet fijn. En er was natuurlijk een grote consternatie door de hele wereld in feite. Want Rome was een christelijke stad, hè, sinds 330. Toen Constantijn de Grote het christendom tot staatsgodsdienst had verheven, was Rome de stad van het christendom. En dat die stad van het christendom nu veroverd was door deze barbaren, het was een verschrikking. En overal waren de oude mensen die de heidense godsdienst nog een warm hart toedroegen, die waren natuurlijk heel zich geëmotioneerd, omdat ze zeiden, ja, hoe kan het nu dat God van de christenen toestaat dat zijn eigen stad, want dat was dan Rome, verloren gaat op zo'n beestachtige manier. Hij reageerde op die gebeurtenis op twee manieren, door een aantal hele mooie preken die ook overgebleven zijn, waarbij de mensen vertelt van ja, luister, alles op aarde is menselijk en het menselijke is kwaliteiten qua vergankelijk, alles op aarde vergaat. Zo ook Rome is uiteindelijk mensenwerk. En het kan nooit eeuwig bestaan. Alleen de dingen die in de stad van God gebeuren, die zijn eeuwig. Maar dat is voor aan ons mensen niet gegeven. Want wij zijn mensen en ja, mensen zijn zondigen. Wij zijn slachtoffers van de zondeval van Adam en Eva. Dat is iets wat Augustinus ook heel erg benadrukt. Daar kunnen we niks aan doen, maar het zit nou eenmaal in ons. We hebben een libido dominandi, we hebben een lust om te overheersen, dat is iets wat in ons zit en dat kunnen we niet uitkrijgen. En dat maakt eigenlijk dat alles hier op aarde aangeraakt is door het kwaad. En dat stelt hij heel scherp tegenover elkaar door aan de ene kant de stad van God te stellen, waar alles dus perfect is en iedereen op juiste waarde wordt geschat. En daartegenover de stad Babylon, de stad van de mensen, waar niets goed is. Je ziet hier in een editie uit Basel. Uit 1515 zie je het heel mooi verbeeld. Hier heb je de engelen die op de torens zitten. Mensen zijn gelukkig en welvarend. Aan de andere kant zijn die duivels, die ook best wel pret hebben trouwens, maar niet heel erg leuk zijn. Daar is alles fout. En mensen, zegt Augustinus, wij leven nou eenmaal een beetje hier tussen die twee in. We streven wel naar de stad van God, maar op aarde is die niet bereikbaar. En we komen in feite uit die stad Babylon, waar we wel uit proberen weg te gaan, maar dat lukt nooit helemaal. Wij zijn nou eenmaal vergankelijk. Nou komen we bij Plato, waar we zijn. Overigens, om mijn verhaaltje even af te maken, hier zie je de tweede manier waarop hij reageert. Dat is dus inderdaad door het schrijven van De Stad van God. Een boek waarin hij ongeveer hetzelfde beweert, maar dan veel uitgebreider. En waarin hij ook heel erg uitgebreid ingaat op de filosofie van de oudheid. Met name dan de Platonisten. En daar kom ik dan nu op. In hoofdstuk 8 tot en met 12 van de 20 hoofdstukken, geloof ik, gaat hij uitgebreid in op met name het platonisme en heeft het heel veel over Plato daarin. En het zal je misschien niet verbazen dat als je het vorige hebt gehoord over die stad van God, dat hij heel veel bewondering heeft voor die filosofie van Plato, waarin Plato ook zegt natuurlijk van, nou ja, je hebt twee werelden, je hebt de wereld hier op aarde en je hebt de wereld van de ideeën. En die twee, die hebben wel met elkaar te maken, maar uiteindelijk die idee, wereld van ideeën, dat is alleen maar te bedenken. Daar kun je naar streven, daar kun je niet in wonen. Dus dat lijkt natuurlijk erg op wat Augustinus net zei in dat hoofdstuk 8. Maar als je even goed kijkt, en dat zie je hier, dan zie je een citaat, een klein fragment uit dat hoofdstuk 8. En dat vond ik interessant om aan jullie even laten zien. Kijk, hier in de eerste regel gaat het over Plato. Volgens Plato's verklaring ligt het hoogste goed in een deugdzaam leven. Nou, we hebben het gezien, hè? Zorg voor je ziel, dat zegt Plato de hele tijd. En hij zegt dan, Plato, dat dit goed alleen maar ten deel kan vallen aan iemand die God kent en navolgt. En dat deze ook om geen andere reden gelukkig is. Plato twijfelt er nog niet aan dat filosoferen bestaat in het liefhebben van God. Voetnootje 14. En als je nou kijkt naar mijn voetnootje 14, wat staat er dan? Jawel. Er valt in Plato's werk geen bepaalde plaats aan te wijzen waar deze mening zo wordt uitgesproken. Met andere woorden, het is vooral Augustinus' versie van Plato en ook latere platonisten of neoplatonisten zoals Plotinus, die hier wordt neergezet en niet zozeer Plato zelf. Dus het is er wel
losjes op gebaseerd. Het lijkt er erg op, maar het is niet precies hetzelfde. En het is ook niet een heel directe verklaring of uitleg van Augustinus van Plato zeggen hier dat. En hij bedoelt daarmee dat. Het is heel losjes erop gebaseerd. Dus wat is het overeenkomst van Augustinus en Plato? Nou, die twee werelden natuurlijk. Plato, aarde en mensen tegenover de ideeënwereld. En Augustinus, de stad van God en de stad van Babylon. En de claim dat de wereld hier beneden imperfect is en de wereld hierboven perfect. Dat lijkt natuurlijk erg op elkaar. Maar het verschil zit in heel veel dingen. Maar het belangrijkste in dit kader is eigenlijk dat Augustinus claimt dat die stad van God voor de mensen onbereikbaar is. En pas na de dood kun je daarmee in aanraking komen. Want alles op aarde is per definitie imperfect. En Plato suggereert in zijn Politeia, die we hebben gelezen, dat door een juiste opvoeding en training een mens de mensen heel goed een ideale staat zouden kunnen maken. Weet je wel, zijn staat bestaat uit de filosoof koning aan het hoofd, wachters daaronder en daaronder dan de handwerkslieden. En hij vertelt van ja, als die filosoof maar de juiste training krijgen, de juiste inzicht krijgen, de ideeën kunnen schouwen, dan kunnen ze terugkomen en kunnen ze iets maken wat er in ieder geval wel op lijkt. Nou, dan komen we zo bij ons tweede deel, dat is Karl Popper. Hier hebben we Karl Popper met zijn jaartallen erbij, 1992, dus niet zo heel lang geleden gestorven. Hier zien we op ongeveer 80-jarige leeftijd. En hij is vooral bekend in dit opzicht in ieder geval vanwege zijn boek The Open Society and Its Enemies, verschenen net na de Tweede Wereldoorlog en dus geschreven in de Tweede Wereldoorlog. Popper is geboren in Wenen. Hij vluchtte voor de nazi's naar Nieuw-Zeeland en heeft de rest van zijn leven doorgebracht, vooral in Engeland, aan de universiteiten daar. En is een hele beroemde man geworden. Hij had heel erg veel kritiek op juist Plato, want hij zegt van ja, die indeling van die maatschappij in de heersende klasse, filosoof koningen bovenaan, de wachters daaronder en de handwerkslieden daaronder, dat is een vorm van zogenaamd utopian engineering. Dat is de manier van een staat leiden waarbij je zegt van nou, dat en dat is waar we heen gaan en kost wat kost zullen we dat moeten bereiken en dat leidt dan uiteindelijk tot een totalitaire staat. Kijk maar naar deze mensen, Lenin natuurlijk, die absoluut een idee had van een communistische staat, die moet er komen. Arbeidersparadijs, en dat gaat dus en zo kosten wat het kost. En dat heeft inderdaad miljoenen mensen levens gekost. Andere voorbeelden zijn natuurlijk de bekende vrienden hieronder. Hitler, Stalin en Mao, die werkten allemaal precies zo. Ze hadden een stip aan de horizon, dat moet er gebeuren. Fascistische staat, communistische staat, ook weer communisme. En natuurlijk deze ook communisme. En nou ja, goed, ze gingen over miljoenen lijken om dat doel te bereiken. Popper stelt er tegenover het volgende. De manier waarop de moderne democratieën tegenwoordig werken, als het goed is in ieder geval, met veel gedoe, veel protest, veel kritiek, veel aanrommelen, veel trial and error. Dat laatste noemt hij dan met name trial and error. Je probeert wat en als het niet lukt, dan gaat het weer de prullenmand in en probeer je iets anders. En dat is wel heel inefficiënt, maar het is wel de manier waarop het moet. En hij zegt van eigenlijk is de Atheense democratie is de eerste open society waarbij mensen inderdaad op een wat rommelige manier maar toch hun eigen inbreng konden hebben in de regering op een hele minieme manier vergeleken met nu. Maar het is wel het begin en in feite zegt hij, probeert Plato dat alweer de kop in te drukken als vervente tegenstander van de democratie. Hij zegt democraten kunnen eigenlijk niks. En ze zijn niet opgeleid, ze moeten hun mond houden. Alleen de experts moeten iets vertellen. En dat is een closed society. En dat is niet goed. Uiteindelijk krijg je dan een totalitaire staat. En dat is dus zijn bezwaar tegen Plato, die hij verder in alle mogelijke bewoordingen bewondert. Want hij vindt het een fantastische filosoof. Maar op dit punt vindt hij een grote vijand van het liberalisme, van het de vrijheidsdenken, van de manier waarop mensen zich kunnen ontwikkelen. En dat is het einde van Plato.